Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Inter blijft netjes in de organisatie. Niet dat ze meteen vol gaan jagen. Dus kan Real komen met Mendy, met Hazard. Opgejaagd door Skriniar, maar dat komt er toch uit. Dit is een goede bal. En daar Nacho. Oh, is dat een penalty? Ja, zeker. Een strafschop. Redelijk onhandig. Was het Barella die daar de overtreding maakte? Hier gaan we het beter zien. Uiteindelijk is het niks. Eigenlijk niet. Nee. Maar de VAR gaat hier niet intussen komen, denk ik. Het zou wel moeten. Nee, hij struikelt gewoon. Hij houdt zich echt in. Nee, dit is echt geen strafschop. Wat er zit aan te komen. Alleen daar klein loopt hij misschien even op de kuit. Klein beetje, maar... Hazard. Geen 100% zekerheid meer op succes. En Handanovic is natuurlijk toch een redelijke specialist. Met redelijk stevige statistieken, wat strafschoppen betreft. Hazard tegen Handanovic. Ja, hij trapt hem erin. En dat is de vroege voorsprong voor Real. En dat is de perfecte start voor Real. Dat ook de bal mocht hebben in het begin van de wedstrijd. Opgevangen door Hakimi. Een beetje hard inspelen was het nu. En Ødegaard, geen overtreding. Dus hij mag hem weer richting Eden Hazard geven. Beweging van Hazard. Modric gevonden. Geen kans om te trappen. Vázquez wel. En tegen de paal. Kijk eens aan Handanovic. Stond er gewoon naar te kijken. Hij kreeg de tijd en een beetje ruimte voldoende om te trappen. Modric, Vázquez, Carvajal, zoals hij dat graag doet, meteen tot bij Hazard. Dat is goed gespeeld. Komt er een voorzet van? Nee, een knal. Nou, het was moeilijk om vandaar, denk ik, Handanovic te verslaan. Zeker niet met een bal op halve hoogte. Die laat Handanovic niet passeren. Hier is hij, Vidal. En dit moet hij doen. Oh, dat is ook een penalty, denk ik. Nee, oh, nu niet. Vergelijkbaar toch? Oh, ja. Oh, nu niet. Dat is wel vreemd. En daar zijn ze, denk ik, terecht boos over. Wacht, de VAR gaat toch eens kijken. Ja, Taylor, je kan wel zelfzeker zijn. Ja, gele kaart natuurlijk, dat is dan een beetje te makkelijk. Oh, Vidal, opletten, opletten. Nog een gele, dat gaat eraf. Ai, 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 ai. Weinig empathisch wel, moet ik zeggen. Gert, oké. Ja, natuurlijk. Twee keer geel in dezelfde fase voor protest. Rood voor Vidal. Ja, er was contact natuurlijk. Hè. Een duwtje met de borst, denk ik. De scheidsrechter en dat was er te veel aan. Ja, we hebben hem eigenlijk nauwelijks gezien. Eén keer dat schot. Mariano Diaz. En Rodrigo, de redder van Real in die heenwedstrijd met zijn goal 10 minuten voor tijd. Een belangrijk. Vázquez, zich goed aangediend. Dit is het meteen. Ja, voilà. De allereerste baltoets van Rodrigo voor de 0-2. En de genadeslag voor Inter. Goed werk hier op de rechterkant. Zidane is tevreden. Hij weet dat het na minder dan een uur spelen zo ongeveer voor elkaar is. Rodrigo, niet getwijfeld. Schot nog van Hazard. Ja. Verontschuldigt zich, maar vandaar mocht hij zeker trappen hoor. Nou, even tempo maken aan de bal. Toch een metertje of twee naast. Lukaku, Perisic. Met links, maar
Ik zou zo zeggen, een alleraardigste poging. Misschien nog redelijk verder naast. Maar dit is goed werk van Ivan Perisic. Dat is niet ver. Nee. Scheelt niet te veel. En Lukaku. Hier spelen is goed. Sanchez heeft steun van Perisic. De bal moet nu komen ongeveer. Lukaku is de enige man voor de goal. En de hand van Courtois. Prima hoor. Een echte safe. Ja, want Perisic zette hem daar waar hij moest zijn. Lukaku klaar om binnen te tikken. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.